Je moet vandaag op de Pascal-laan nummer 7 de slimme meter gaan plaatsen. Wat ik niet op dit moment precies doe, dat is de saneringen, en onderhoud en storingen. Wij verzorgen eigenlijk als gasmonteur dat de klant op een veilige manier kan koken en baden en warm aan kan zetten. Een zelfstandig monteur buiten die werkt in een regio, dan hebben ze een heel groot gebied waar ze heen gestuurd kunnen worden. Je hebt nieuwe rubbers, die zetten veel spanning op. Dus gewoon met gevoel aandraaien, vast is vast. Ja, wat ik leuk vind in mijn vak, dat is echt dat ik bij mensen thuis kom en dat ik gewoon verschillende mensen ontmoet. En dat ik ook buiten ben, dat ik met lekker ja, frisse lucht. En hier zitten we in de gezellig aan de lunch, we zijn in de playground. Dat is Bibi. Als eerste monteur moet je zeker zelfvertrouwen hebben. Hè? Als je bij de klant weggaat, dan moet het klaar zijn, dan moet het goed zijn. Je moet ook uitstralen dat je verantwoordelijkheid kunt nemen, vind ik. Je kunt ze een stuk losdraaien en dan moet je zo ervan afschuiven. Hè? Wiskunde is een belangrijk vak bij deze opleiding. En je moet je goed kunnen hoofdrekenen, je moet gewoon goed kunnen. En gelukkig heb je collega's waar ze mee helpen. Ik heb er af en toe nog een beetje moeite mee en dan vraag ik het gewoon. Je moet natuurlijk een gedegen vakkennis hebben om dit kunnen uit te voeren. Hè? Nee, niet je kunt dit niet door iedereen laten doen. Meer dan 10%, dan ja? Is het een ALEC. Zou 50 ppm zijn, wordt het een BELEC. En het gaat verder heel goed met Milan, ja. Dat weet hij zelf ook. Ja, ik doe mijn best en meer kan ik niet doen, maar ja, je moet gewoon heel veel investeren in jezelf.